Hey, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Het is echt al maanden geleden dat ik naar de Primark ben geweest. Ik kan me niet eens meer herinneren wanneer de laatste keer was. Ik probeer sowieso vanwege deze hele coronaperiode winkels te vermijden. Als ik ga winkelen, probeer ik dat zoveel mogelijk online te doen. Maar ik dacht, ik ga het gewoon weer eens een keertje proberen. Ik vind het heel erg raar om weer naar de stad te gaan. Maar altijd als ik ga shoppen, probeer ik een van de eerste in de stad te zijn. Want dan is het in ieder geval rustig. Vandaag ga ik dat weer doen. Ik adviseer jullie ook, mocht jij in deze periode willen gaan winkelen, probeer de drukte te vermijden. Ik weet ook niet in hoeverre dat natuurlijk mogelijk is. Maar ja, daarom vind ik het zelf ook wel even fijn om 's ochtends vroeg te gaan. Ik hoop dat jullie net zoals ik heel veel zin hebben in deze video. Dus laten we maar snel naar de stad gaan. Ik vind het wel wat hebben eigenlijk. Het stofje is wel iets dikker. Maar ik zou het wel kunnen proberen. De paskamers zijn nu niet beschikbaar. Maar ik denk dat je nog wel kan ruilen als het iets niet past. Maar ik vind het wel cute. En ik was al op zoek naar mijn maat, maar toen zag ik dat die best wel erg doorschijnt. En dat vind ik echt zonde. Ik kan wel een onderjurk eronder aan doen, maar hij is redelijk strak. En dan ben ik bang dat je een onderjurk er doorheen ziet. Ik zie hier ook al een kaartje doorheen. Jammer. Maar hij is wel echt heel erg cute. Ze hebben trouwens echt heel veel leuke jurkjes en zomerkleding hier. En het houdt niet op. Ik draai me om en ik zie nog meer jurkjes. We hebben hier lingerie, maar dit is best wel grappig. Een soort van see-through lingerie. Heel erg sexy. Ik vind het wel wat hebben. Het is niet dat ik dit misschien wel zou dragen, ik weet het niet. Ik vind het wel cute. Ze hebben ook hele leuke blazers. Hele mooie gele. Ik zie daarachter nog meer blazers. Ik ga hier eventjes kijken, want ik ben helemaal into de blazers. Ik vind deze wel mooi. Deze jasjes zijn zo ontzettend leuk. Het is volgens mij, ja, suède. 30 euro op zich. Ziet de kwaliteit er best wel prima uit. Voelt fijn. Maar ik vind dit denk ik toch meer een herfstjas dan echt een zomerjas. Want hij is redelijk dik. Ik ben weer thuis en ik heb een grote shopping bag vol met allemaal items. Ik heb me redelijk ingehouden. Ik weet niet hoe het komt, maar dit keer vond ik echt mega veel items leuk. Ik ga gewoon beginnen met wat er bovenop ligt. We hebben hier een pyjama broekje en ik ben zo'n grote fan van de pyjama afdeling daar. Ik heb hier een short in een maat M en het stofje is zo ontzettend zacht en luchtig. Helemaal top voor als het warm is. Ik vind het wel chill om iets aan te hebben als ik slaap, maar het liefst wil ik zo luchtig mogelijke kleding in bed aan hebben. Ik had stiekem gehoopt dat het pyjama broekje iets langer zou zijn. Ik draag hem high-waisted, omdat ik dat het lekkerst vind zitten. Je kan hem ook wat lager doen, maar dat vind ik zelf minder lekker. Maar ja, hoe hoger je je broek trekt, hoe meer camel toe je krijgt. Dus dat is minder mooi. Maar ja, ik hou er gewoon van om mijn broeken hoog te doen. Maar hij zit wel heel erg comfortabel. En voor pyjama broek heb ik er niks over te klagen. Dan hebben we deze slippers. Ik heb deze slippers in een maat 38. Normaal gesproken heb ik maat 37 of 37,5. Maar de slippers van de Primark vallen iets kleiner. Dus ik heb een maatje groter genomen. En deze zitten helemaal top. Deze zijn top voor de zomer of in huis. Ik draag in huis ook vaak zulke slippers. Dan heb ik een badpak. En ik zag deze ook in het wit. Maar toen dacht ik, ja, wit is wel een mooie kleur en ik hou van wit. Alleen voor een badpak vind ik dat misschien niet zo slim. Toen ik verder liep zag ik hetzelfde model in het, wat is dit? Mintgroen, turquoise. Ik weet niet wat voor kleur dit is.
Maar ik vind het wel een hele mooie kleur. Ik heb deze in een maat 42. Het ligt heel erg aan de winkel wat mijn maat is als het gaat om badpakken. Ik heb deze maar op de gok genomen. De badpak zit helemaal top. Ik had geen andere maat hoeven te nemen. Hij stretcht nog best wel mee. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Dan hebben we een topje. Deze is ook van de pyjama afdeling. En ik heb deze al in het wit. En ik draag die echt zo ontzettend vaak. En ik dacht, nou, waarom niet? Ik koop hier ook nog een grijze variant van. En deze was 3,50. En ik heb hem in een maat M. Hele mooie sticker dit. Ik heb hieronder nu nog een BH aan. Maar je kan dit topje prima zonder BH dragen. Want hij heeft namelijk twee lagen. Als je niet zo grote borsten hebt, dan kan dat gewoon prima. Maar het is ook geen probleem als je wel een BH eronder aan hebt. Dan hebben we een jurkje. Deze jurk kostte 19 euro. Ik heb hem in een maat 42. Ik denk dat hij wel goed gaat zitten. Want ik heb een soortgelijk item vorig jaar ook bij de Primark gekocht. Volgens mij was dat een maat 44 en hij viel best wel klein. Echt die maten bij de Primark. Soms heb ik daar een S, soms heb ik daar een M, soms heb ik daar een L. Het ligt heel erg aan het item. Maar ik vond hem wel heel erg mooi. Het is een... ik zei net dat het een jurk was, maar het is helemaal geen jurk. Het lijkt op een jurk, maar het heeft ook een broekje eronder. Dus het is een soort van jumpsuit jurkje in één. Mocht jij hier de benaming van weten, laat het dan hieronder in de reacties achter, want ik heb echt geen idee. Maar ik vond het wel heel erg leuk. Ik ben hier helemaal in love mee. Dit is zo leuk. Voorheen had ik echt dubbel gevoelens over dit idee. Van waarom zou je dit überhaupt doen. Maar het heeft wel wat. Ik ben zo blij dat ik deze heb gekocht. Hij is ook heel erg luchtig. Dus als het warm is buiten, dan gaat de wind er doorheen. Of dan is het gewoon heel erg comfortabel om dit kledingstuk aan te hebben. En het verbaast mij dat het niet zo erg doorschijnt. Ik ben ook wel blij dat het dubbel laag is. Want dan zou de kans groter zijn dat je onderbroeken doorheen ziet. Maar zo blij. Oh. Dit is voor het eerst dat ik met elk item stuk voor stuk ontzettend blij ben. En dat ik letterlijk niks gaat terugbrengen. Het komt nog wel eens voor dat ik af en toe 1 of 2 items terugbreng. Dus ik kan hierbij zeggen dat het een geslaagde shopping spree was. Dan hebben we een kort jurkje. In eerste instantie wist ik niet zo goed wat ik hiervan moest vinden. Want ik vond het patroontje heel erg leuk. En ik zag het al helemaal voor me. Off shoulder. Maar hij is redelijk kort. En toen zag ik hem later bij de bikinis hangen. Toen dacht ik, oh, het is zo'n bikini jurkje. Zo van, zeg maar, als je een badpak of bikini aan, dan doe je een jurkje overheen. En als ik hem echt te kort vind, kan ik er altijd nog een broekje onder doen. En deze heb ik in een maat 40 en hij was 8 euro. Ik had dit jurkje korter verwacht. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat hij zo lang is. Hij is nog wel redelijk kort, maar ik dacht echt dat hij tot zover zou komen. Zo zag het in ieder geval eruit toen ik hem vast had. Maar ik vind hem leuk. Patroontje is cute. Het heeft helemaal geen vorm. Dus als ik het normaal zou dragen en niet op het strand of bij het zwembad of zo, dan kan ik een riem bijvoorbeeld eromheen doen. Maar zo is hij ook gewoon prima. Lekker luchtig. Dan heb ik een jas. Ik was wel lichtelijk aan het twijfelen, want er waren zoveel zomerjassen daar. Ik dacht, weet je, voor 22 euro was die 25. Oh, dat is niet 22. Was voor 25 euro heb ik een zomerjas. Ja, ik denk dat dit ding wel gewoon prima is. Ik had er één nodig. Weet je, als je dingen nodig hebt, dan moet je het ook halen. Het ziet er misschien een beetje gek uit met het item dat ik eronder aan heb. Maar ik ben zo blij met deze keuze. Ik vind de kleur heel erg mooi. Hij valt ook mooi. Ik ben blij dat hij zo'n lint heeft waarmee ik het kan vastmaken. 9 van de 10 keer draag ik mijn jassen los. Dus dan zal het er zo uitzien. Qua maat is hij ook goed. Ik had hem niet kleiner moeten nemen. Want ik kan wel erin bewegen. Maar het is niet dat ik er super flexibel in ben. Een maatje groter had gekund. Maar dan waren die mouwen iets groter geweest. Ik weet niet of ik dat met zo'n jas mooi zou vinden. Maar ik ben blij. Qua lengte is hij ook goed. Hij komt tot mijn knieën.
Dit was het allereerste item wat ik in mijn winkelmandje stopte. Een topje. En ik ben over het algemeen niet heel erg van de kleur. Als ik kleuren draag, dan is het nog redelijk neutraal. Of nou ja, kleuren die wel bij al mijn andere kledingstukken kunnen passen. Ik vond dit zo'n rozige topje wel heel erg leuk. Hij is maar 3,50. Echt de topjes bij de Primark. Heerlijk. Voor de prijs vind ik ze nog redelijk kwalitatief. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Ik moet even wennen aan deze kleur. Want ik draag eigenlijk niet zo vaak roze. Maar ik vind het niet lelijk. Dus basic. Alleen de bandjes vind ik een klein beetje lelijk. Of nou ja, de bandjes zelf niet. Maar als ik dan een BH eronder aan heb, ziet dat er minder mooi uit. Dus ik denk dat het beter is als ik geen BH eronder draag. Ik weet niet of dat heel slim is, want ik zie heel lichtjes mijn BH doorheen schijnen. Ik weet niet of je dat op beeld ziet. Dus als ik er niks onderaan zou doen, dan zou je geheid met tepels zien. Dus anders moet ik dit gewoon voor lief hebben en dan laat ik het gewoon zo. Dan heb ik een bikershort. Ik heb zelf al twee andere van de Primark. En deze heb ik in de maat S. Omdat deze zo ontzettend groot oog. Ik had deze al eerder een keer in een M. Maar die was veel te groot. Hier staat ook S 38-40. Je moet wel echt goed kijken wat voor maten het zijn en hoe groot het is. Het broekje zit top. Hij stretcht lekker mee. Een maatje groter had ik niet moeten doen. Want ik heb hier nog best wel ruimte. Dan heb ik iets gehaald waarvoor ik eigenlijk naar de Primark ging. Een nieuwe badjas. Ik heb mijn huidige badjas echt... Hoe lang woon ik al hier in Amsterdam? Bijna ruim 2,5 jaar. Ik heb die badjas dus 2,5 jaar. Ik gebruik hem elke dag. En ik had echt een nieuwe nodig. 1. Omdat die toe aan vervanging was. En 2. Omdat hij eigenlijk te klein is. Dus ik heb een nieuwe gehaald. En tot mijn verbazing was dit echt goedkoop. Ik zat echt zo van, huh? Hoe kan dit zo goedkoop zijn? Deze badjas kostte maar 10 euro. En normaal gesproken zijn badjassen best wel prijzig. En ik dacht van, oh wow. Dat ik niet eerder een nieuwe badjas heb gekocht. En ik heb deze in een maat M. Ik ben zo blij met deze aankoop. De badjas is zo ontzettend zacht. Dus het is heerlijk om aan te doen als je net hebt gedoucht. Of in de ochtend als je het een beetje koud hebt. Dan heb ik een wimperkruller gekocht. En dit is er niet zomaar één. Er staat namelijk op Eyelash Curler and Comb. Dus het is een kruller en comb in één. Heel erg weird. Ik heb dit nog nooit eerder gezien. Maar ik ben heel erg benieuwd of dit fijn is. Want ja... Ik zou niet weten of die kam heel veel zal doen. Maar ik vond het wel een grappige tool. Dus vandaar dat ik hem heb gekocht. En ik had nog een nieuwe wimperkruller nodig. Dus dacht, nou, we proberen het maar uit. En deze was 2 euro. Dan hebben we scrunchies. En normaal gesproken heb ik grotere scrunchies. Maar ik zag deze kleinere. En ik dacht, nou, deze zijn ook wel leuk. Leuke printjes. Helemaal handig. Ik ben wel benieuwd welk item jij uit deze shoplog het leukst vond. Ik kan niet kiezen. Ik denk, heel soms gezegd, denk ik toch om mijn badjas. Want daar ging ik eigenlijk voor. Ik wil jullie natuurlijk niet allemaal gaan aanmoedigen om nu massaal naar de Primark te gaan. Maar mocht je toevallig in de stad zijn of 's ochtends vroeg, net zoals ik gaan. Dan is het veel aangenamer en dan verdwijnt je ook de drukte. En als je niet de deur uit hoeft, blijf dan gewoon lekker thuis. Laat vooral hieronder in de reacties weten wat voor video's jij de volgende keer wil zien. Een shoplog van een andere winkel. Ik hoop eigenlijk dat we in de toekomst weer kunnen passen. Dus dan heb ik ook weer zin om pashokjes shoplogs te gaan opnemen. Maar ja, voor nu kan het helaas niet. Mocht je meer van mij willen zien, volg me dan zeker op Instagram. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!